Eva, die beste Torwart aller Zeiten in den Bayern München. Wer war das? Die beste Torwart aller Zeiten. Jamali, vielen Dank, vielen Dank. Welkom bij een nieuwe terugvlucht. Club Brugge ging dinsdag op zoek naar de groepswinst. Op bezoek bij Bayer Leverkusen, dat zelfs nog strijdt voor een plek in de Europa League na nieuwjaar. Commentatoren Nicole Nee en Wesley Sonck reisden mee naar Duitsland. Hudson-Odoi, even op rechts. Daar gaat Piapi in de rug van de verdediging. Ah, geweldige loopactie, mooie trap. En de eerste redding van Simon Mignolet is een feit. Met Frimpong, dit is een goede bal binnendoor. Sobol, ja, met die voorzet is niks mis. Buchanan, hoekscherp in de lat. Nog niet gedaan, Sobol. Met een indraaiende bal, maar het draait niet genoeg richting doellijn. Mignolet komt niet en slaat die bal uit zijn doel. Eerst bovenop de lat en daar is Super Simon weer. Ja, je ziet er wel beter uit dan ik, maar je bent geschminkt en ik niet. Ja, maar ik moet mijn haar nog wat deftig leggen, hè, want straks beginnen we met Nico. Oké, 24 uur na de 0-0 van Club Brugge in Leverkusen. Ja. Ze waren allemaal tevreden. Feestje met de supporters in het stadion. Wat vind jij er nu van? Wel, ik als speler had zeker niet tevreden geweest, omdat je het gevoel had van we kunnen iets uniek doen om groepswinnaar te worden, om misschien nog na nieuwjaar tegen een tussen aanhalingstekens minder goede ploeg te loten. Maar ja, langs een andere kant snap ik het ook wel, want je bent gekwalificeerd voor de volgende ronde in de Champions League, wat toch wel heel straf is. De enige ploeg uit pot 4. Dat is wel top. Dus ja, het is gelukkig, maar ook een stukje jammer dat ze het niet gehaald hebben, dat ze geen groepswinnaar zijn geworden. Maar eigenlijk ben je na gisteravond wel heel blij om iets anders. Toch? Oei, wacht, hè. Wat heb ik nu weer gedaan? Niks. Ik ben blij om iets anders. Ja. Ah, ja. Ik weet het weer. Ja, je weet, ik heb hersenschade van zoveel te koppen. Hè. En bij mij duurt dat ook altijd een beetje langer voordat dingen doordringen. Zeg maar. Atletico Madrid ligt eruit. Voorspelbaar, hè? Nee, las in de groep ook nog. Dat is voor het eerst ooit dat ze laatste zijn in een Europese poelenfase. En voor het eerst sinds 2006 geen Europese overwintering voor de Colchoneros. De spelers die stonden er maar bij met een klein hartje daar bij de meegereisde supporters in Porto. Cholismo, out. Willem de Koning, San Siro, 1985. Was 85 of 86? 85. Ja. Jij hebt hier gespeeld? Hier heb ik gespeeld, ja, dat is lang geleden. Hè. Herinneringen nog? Ik wel nog, maar ik denk dat nog weinig mensen zich dat herinneren. Ja, ik herinner het mij nog wel. Vertel welke match? Dat was AC Milan tegen SCB Waregem. Uitslag? Uitslag was 1-2. Goals van? Goals van voor ons Felipe Smet op penalty. En Danny Fijn op voorzet van Danny Mutombo. Het nietige kleine Waregem kwam het grote AC Milan. Het feit dat we doorgingen was wel kippenvel, dat moet ik zeggen. Dat was heel erg. Een paar momenten zijn ons bijgebleven. Voor de wedstrijd, Wim, wordt hier een liedje gedraaid van Gala. En de tekst is aangepast, hè? Dus hij is wel echt populair, hè? Ja, voilà, hij is kampioen geworden vorig jaar met hen. Hè. Dus dat is ook al een tijdje geleden. Dus die mens kan hier niet meer kapot. Olivier Giroud, sorry, maar daar moeten we het over hebben. Daar komt hij, richting tweede paal. En daar is hij, Giroud, en hij komt er binnen. Hij komt er binnen en het staat 1-0 voor AC Milan. Jij mag hem niet uit het oog verliezen. Olivier Giroud, natuurlijk niet. Hij gaat ze allemaal voorbij en brengt het nog voor. En Giroud maakt het af. Giroud maakt het af. Het is 3-0 voor AC Milan. De man van de wedstrijd. Heel erg belangrijk voor dit AC Milan. En ze gebruiken hem op de juiste manier. Twee doelpunten en twee assists, ja.
dan is hij waarschijnlijk de man van de match. Tot slot, Charles de Ketelare is ingevallen. En, Wim, het zit niet goed in zijn hoofd, denken wij, als we hem zagen invallen. Hij valt in op het moment dat het gespeeld is. Hij wil nog wel. Het lukt niet helemaal in het begin. En dan, ja, je ziet hem nadenken op het veld. Hij oogt niet gelukkig, maar dat is ook Charles een beetje. En dan wint hij wel vandaag met 4-0. Maar of hij met een tevreden gevoel naar huis gaat, daar twijfel ik wel aan. Hij moet de weinige minuten die hij nu krijgt, moet hij proberen beter te pakken. Maar dat is niet zo evident, want een invaller is het ook niet. Het is iemand die met vertrouwen moet starten en moet groeien in een wedstrijd. Ik vond dat in club vorig jaar ook al. Hè. Maar mogen we toch nog zeggen dat het gaat goedkomen met Charles de Ketelare, ondanks deze invalbeurt? Iedereen is het erover eens die hem kent. Hij heeft heel veel klasse, is zo'n goede voetballer dat het niet anders kan dan dat het goed komt. Maar ik weet niet of ze hier veel geduld met hem gaan hebben. Hopelijk wel. Een ware thriller vol drama in de Velodrome in de match tussen Marseille en Tottenham. De Spurs werden weggespeeld in de eerste helft, ze raken geen bal in de 16 meter zelfs. Loem komt op voorsprong dan via deze geweldige nekslag van Chancel Mbemba. Wat een détente ook van de ex-speler van Anderlecht. Tottenham komt gelijk via Clément Langlais, maar het lijkt alsof Marseille in het slot toch nog kan winnen. Al is het Kolasinac die deze kans onbegrijpelijk de nek omwringt. Maar dan is er fataal balverlies bij de Fransen. Het is Højbjerg die het afmaakt voor Tottenham. Kijk vooral naar coach Tudor. Die staat op het veld en beseft het gevaar. Want bij verlies is er door de winst van Frankfurt bij Sporting geen Europees voetbal na nieuwjaar voor Marseille. Maar die info is niet tot bij alle spelers op het veld geraakt. Christopher Nkunku vierde zijn goal op een aparte manier gisteren. Hij blaast een ballon op. Dat had hij namelijk zijn zoontje beloofd, die gek is op, jawel, ballonnen. En Kevin De Bruyne mocht 20 minuten invallen tegen Sevilla. Meteen na zijn invalbeurt gaf hij deze geweldige assist. Eva, die beste voorwaar alle tijden in Bayern München. Wie war das? Bayern München wint met 2-0 van Inter Milan dankzij onder meer deze geweldige goal van Choupo-Moting. En na de wedstrijd hadden Peter en Gert tijd om terug te blikken op hun groepsfase. Wat was de beste wedstrijd die we hebben gezien, Gert? Gert spreekt ook voor. Lang heeft Benfica PSG op 1 gestaan, maar die zijn van de tabellen geveegd door Benfica Juventus. De beste speler die wij aan het werk hebben gezien. En we hebben toch de allerbeste gezien. Messi, Neymar, Mbappé, Hans van Aken. Maar Rafa Silva. Dat zal wel zijn. Rafa Silva, geen discussie. Ik moet wel zeggen, Messi, een kleine vermelding toch ook wel voor zijn hervonden. We hebben hem op scherp gezet. En toch ook wel ook een eervolle vermelding voor de beste doelman die we gezien hebben. Dat was dan toch Simon Mignolet. Simon Mignolet, by far de beste in deze Champions League. Geen discussie daarover. Formidabel gedaan. Wat was het mooiste doelpunt dat we hebben gezien? Ook die van Silva, hè? Achter de steunbeen of niet, was ook een mooie naam. Hoor. João Mario aan de buitenkant, Silva zegt, speel hem daar, daar ben ik, en daar scoor ik! Geweldige goal! Oh la la! Geweldige goal! 3-1 voor Benfica! Pas op, we overschouwen alles, hè? Maar ja, we komen altijd bij hetzelfde. Oh, ja, Benfica. Mooiste optreden voor de match, ook Benfica, genade. Beste tapas na de match, ook Lissabon. Beste pastijtjes, Lissabon. Om af te sluiten met een negatieve noot. Wie of welke ploeg was de grootste teleurstelling die we aan het werk hebben gezien? Zeg het maar. Juventus. Juventus is zeg. Het prachtige stadion waar wij, voor we van lief zijn veranderd, op verliefd waren, zat maar half vol eigenlijk. Storia un grande amore, niks amore. Hè? No amore, no, niks. Hè? Teleurgang van de oude dame. Juventus is een oud wijf geworden. Ja, kan dat niet aan. Van die wedstrijd tussen Juve en PSG moeten we niet veel onthouden. Alleen deze goal van Kylian Mbappé. De Fransman wordt zo de jongste speler die de kaap van de 40 Champions League doelpunten heeft gerond.
Maar consternatie alom wanneer blijkt dat Benfica nog een keer heeft gescoord in minuut 92 op bezoek bij Maccabi Haifa. De Portugezen winnen met 1-6 en pakken zo toch nog de groepswinst. Paris Saint-Germain en de UEFA Champions League, dat is toch een combinatie waar een soort vloek op rust. Dit zijn ze dan, de 16 ploegen die zich hebben geplaatst, die doorgaan naar de knock-out fase. We zien hen terug in februari. En tot slot nog even een dienstmededeling over onze interne pronostiek. Want jawel, Nico Lenné ligt eruit. Is choose, finito, au revoir voor Nico.